Het streven van het ministerie van Openbare Werken is om de rehabilitatie van 3 pompgemalen in december 2024 af te ronden, liet Faisal Jan Mahomet, onderdirecteur Natte Civiele Technische Werken, gisteren weten tijdens een persconferentie. Het gaat om de pompgemalen te Leonsberg, Morgenstond en Drambrandersgracht. Bij het pompgemaal van Leonsberg zullen de bestaande dompelpompen vervangen worden met 3 automatische pompen. Bij de 2 andere pompgemalen zullen de lowliftpompen ook vervangen worden met automatische pompen. Pompgemaal Leonsberg, Morgenstond en Drambrandersgracht, zoals ik eerder heb aangegeven, de werkzaamheden, de bouw- en civiel-technische werkzaamheden zijn al gaande. Hier ziet u wat beeldmateriaal, foto's van de werkzaamheden. We zijn nu momenteel bezig met het overgaan tot het plaatsen van de pompen. Wat administratieve gegevens van deze pompgemalen. Pompgemaal Leonsberg, de aannemer, is Unimax Contractors. Het budget is gesteld op 33 miljoen SRD en de geplande oplevering is op eind december 2024. Rehabilitatie pompgemaal Morgenstond, de aannemer is Koeldiepzee Infra. Het budget is 40 miljoen SRD en de geplande oplevering is eind december 2024. Rehabilitatie pompgemaal Drambrandersgracht, de aannemer is Huaro Builder. Het budget is SRD 60 miljoen en de geplande oplevering is eind december 2024. Jan Mahomet haalde verder aan dat voor 2024 de duiker van Jachlus in Kommewijnen ook aangepakt zal worden. Op deze plek bevindt zich nu een container die de weg verbindt. 3 armkoolbuizen zullen geplaatst worden als vervanging van de container. Deze zal vervangen worden met 3x armkoolbuizen van de afmeting rond 125, inclusief keurmuren. Een schets van de constructie ziet u afgebeeld daar zo. In het district Saramaka hebben we ook een aantal projecten opgenomen middels overheidsbegroting en de PBL-fonds. Pompgemaal Criola, Pompgemaal Uitkijkpolder, Pompgemaal Erspachpolder, Santoepolder worden allemaal aangepakt. Pompgemaal Criola, daar gaan we een nieuwe pompgemaal bouwen met aanbrengen van 2 nieuwe lowliftpompen. Erspachpolder, bouw- en civiel-technische werkzaamheden zullen daar plaatsvinden en pomprevisie van 1 pomp. Pompgemaal Santoepolder zullen de pompen vervangen worden en zullen 4 nieuwe lowliftpompen daar aangebracht worden. Onderdirecteur Jan Mahomet gaf ook aan dat de schutsluis de Uitkijk, de Koendanlaalsluis in Saramaka en de sluis aan de Brantimakkaweg, die al enkele jaren in deplorabele staat is, allen gerehabiliteerd zullen worden.